Ik heb net met de minister van Volksgezondheid gesproken. Het zal inderdaad niet mogelijk zijn om de kerkdiensten fysiek bij te wonen. Ook de nachtdienst is niet mogelijk. Wel op kerstdag mogen de diensten gehouden worden, maar natuurlijk zonder gelovigen. En ik heb de minister heeft toegezegd dat centrale communicatiedienst zal helpen om die diensten dan uit te zenden, zoveel mogelijk van de verschillende kerken. Het gaat dus een kerst worden in familiekring. En dat we dus de mogelijkheid ook hebben om samen als huiskerk, want het gezin is een kleine huiskerk, samen te bidden. Dat zal niet alleen de familiebank versterken, maar zal ook de mogelijkheid openen tot een andere vorm van gebed, het innerlijk gebed, het contemplatief gebed dat ook deel is van onze christelijke traditie. En nu moeten we, denk ik, van de nood een deugd maken. We zijn gewend om in een grote volle kerk samen te komen en met veel zang. Nu, dit jaar, zullen we dat meer in de stilte moeten doen. En het zal ons een nieuwe weg wijzen, misschien ook een noodzakelijke weg, dat we ook stil leren bidden. Is trouwens een hogere vorm van gebed. Ja, dus inderdaad, doordat we niet samen kunnen komen en thuis moeten blijven, er meer tijd zijn voor bezinning. Maar je kunt dan thuis ook wegvluchten, inderdaad, in de televisie of met je mobiel bezig zijn. Of je kunt inderdaad ook het meditatief, het contemplatief gebed doen. En het biedt de gelegenheid voor het gezin om intenser met elkaar dit feest te vieren. Omdat we thuis moeten blijven. In de kathedraal zal dat om 10 uur zijn en het zal door Appinti worden uitgezonden. En dat is in plaats van de nachtmis? Er is geen nachtmis. Nee, voor geen enkele kerk zal dat mogelijk zijn om 's avonds de dienst te doen.